Het Steinerbos introduceert in het overdekte zwembad op het park het Ladies Only zwemmen. Maandag 26 oktober startte de inschrijving voor de wekelijkse activiteit. Zaterdag 7 november vindt de eerste sessie plaats tussen 14:30 en 16:00. Het Ladies Only zwemmen is bedoeld voor vrouwen vanaf 14 jaar die met vriendinnen gezellig willen zwemmen en bewegen. Volgens een medewerker van het zwembad was hier behoefte aan binnen de doelgroep. De dames stellen gezelligheid boven een bepaald aantal te trekken baantjes, aldus de medewerker. De zaterdagmiddag bleek hiervoor geschikt te zijn. In twee baden is ruimte voor in totaal 60 deelnemers. Tijdens de activiteit bestaat ook het personeel uit enkel vrouwen. Het is dus duidelijk een vrouwenaangelegenheid waarbij mannen niet welkom zijn. Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek geeft tips aangezien mensen, mede door de coronacrisis, vaker thuis zitten dan gebruikelijk. Bij buurtbemiddeling treden getrainde vrijwilligers op als bemiddelaar tussen buren om zo samen tot een oplossing te komen. Helaas kunnen de bemiddelaars vanwege de geldende coronamaatregelen momenteel niet langskomen. Ze zijn wel telefonisch bereikbaar en kunnen tips geven hoe het beste met de situatie om te gaan. Daarnaast bieden ze een luisterend oor. Op de website zijn een aantal tips om een rijtje gezet. Bellen kan naar 06 22 96 89 98 en mailen kan via buurtbemiddeling@piw.nl. De Halloweentocht in Elslo ziet er, zoals wel meer evenementen dit jaar, iets anders uit. Kinderen kunnen aan de hand van een griezelkaart op zoek gaan naar tekeningen die voor ramen hangen en misschien ook wel naar snoep. De organisatie van de jaarlijkse tocht roept inwoners op een tekening voor het raam te hangen van bijvoorbeeld een vampier, een heks, skelet, pompoen, spin of iets griezeligs dat zelf verzonnen mag worden. Voor de niet-creatieve geesten, deze zijn te downloaden op Facebook Halloweentocht Elslo. Aan de bewoners die de poster ophangen, wordt gevraagd hun adres onder het bericht te noteren. De kinderen gaan vervolgens op zoek om een griezelkaart vol te krijgen. En heel belangrijk is een emmertje met verpakte snoepjes in de tuin te zetten. Voluntario Stijn geeft vrijwilligers dit jaar een lokale goodiebag. Normaal ontvangen de vrijwilligers voor de gewerkte uren spaarpunten, volo's, die op speciale evenementen kunnen worden gespendeerd door lokale middenstanders. Maar deze events kunnen dit jaar niet doorgaan. In samenwerking met de lokale bedrijven staat daarom dit jaar voor iedere ingeschreven vrijwilliger een goodiebag klaar, met daarin een lokale cadeaubon, enkele kleine attenties en diverse waardebonnen. De goodiebag kan op vrijdag 20 november worden opgehaald in het Maaslandcentrum. Iedere ingeschreven vrijwilliger ontvangt medio november een persoonlijke mail met afhaalbewijs. Vrijwilligers die voor 10 november geen mail hebben ontvangen, kunnen een e-mail met daaraan hun gegevens sturen naar info@voluntariostijn.nl. In de afgelopen 8 maanden is hard gewerkt aan de nieuwe rotondes, wegen en fietspaden in de gemeente Stijn. Op dit moment worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd en daarmee komt het einde van dit project in zicht. De rotonde en omliggende fietspaden zijn bijna klaar. Uiterlijk vrijdag 30 oktober gaan deze wegen open voor alle verkeer. De fietsomleiding door het Heidekamppark is vanaf dit moment niet meer nodig. Voordat het snelfietspad in gebruik kan worden genomen, zijn er nog 3 weken nodig om het pad volledig van asfalt te voorzien. De opening wordt verwacht op vrijdag 13 november. Dan komt er tevens een einde aan dit mooie, grootschalige project. Een feestelijke opening is helaas niet mogelijk, gezien de strenge maatregelen rondom het coronavirus. Maar het moment dat alle werkzaamheden van dit project zijn afgerond, zullen niet onopgemerkt voorbij gaan. Hierover volgt in de komende weken meer informatie. Inschrijving voor corona-onderzoek Limburg is gestart. Wil je weten of je antistoffen hebt? Doe mee aan het onderzoek. De deelname is gratis. Er kunnen maximaal 10.000 Limburgers deelnemen. Let op!
Aanmelden kan alleen via de informatiepagina. Bellen of mailen om u aan te melden heeft geen enkele zin. Meer informatie aan aanmelden ggdzl.nl/col. Maar intussen is het maximum aantal inschrijvingen voor de deelname aan het corona-onderzoek Limburg bereikt. U kunt op dit moment alleen nog inschrijven voor de reservelijst. De kleine speculaasjes en amandelspeculaas van bakkerij Dukers in Stijn zijn door het Nederlandse Bakkerijcentrum in Wageningen bekroond met goud. Beide certificaten gelden voor de komende 6 maanden. Tijdens de keuring, die al ruim 100 jaar wordt uitgevoerd door de keurmeesters van het NBC, wordt naar diverse aspecten van het product gekeken. De speculaas wordt onder meer beoordeeld op vorm, kleur, geur en smaak. Sinds april 2020 is er een tijdelijke locatie ingericht voor oud papier, PMD en grof tuinafval naast de parkeerplaats van het gemeentehuis. Het college heeft besloten dat deze situatie nog langer gehandhaafd blijft. Om deze locatie begaanbaar en veilig te houden, was het noodzakelijk deze locatie te asfalteren. Die asfaltering heeft in week 44 plaatsgevonden. Sinds begin maart was het niet langer mogelijk om de dingen te doen zoals we dat gewend zijn. En zeker voor mensen die zorgen voor een ander. Dat vraagt om flexibiliteit, creativiteit en soms wat meer geduld. Mantelzorgers maakten het mogelijk dat het dagelijks leven van mensen met een zorgvraag door kon gaan, ook in tijden van corona. Daarom waardeert de gemeente Stijn in november de maand van de mantelzorg, de mantelzorgers van haar inwoners. De jaarlijkse dag van de mantelzorg gaat helaas niet door. Toch wil de gemeente deze belangrijke dag niet zomaar voorbij laten gaan. Alle bij het steunpunt mantelzorg geregistreerde mantelzorgers ontvangen rond 10 november hun jaarlijkse waardering in de brievenbus. Zorg je voor iemand anders, maar ben je nog niet geregistreerd bij het steunpunt Mantelzorg Zuid? Neem dan contact op met onze mantelzorgconsulenten via onderstaand e-mailadres en telefoonnummer. De afgelopen maanden heeft het verkeer van en naar Stijn de nodige omleidingen moeten doorstaan om hun bestemmingsplaats te bereiken. Het project A2 Urmond-Stijn samen met de Mauritslaan in Urmond zijn nu in de afsluitfase. Ook de kruising Bergerweg-Molenweg naar Berg aan de Maas en in het centrum van Stijn de Haalbrugskensweg in combinatie met de Valderstraat kregen een grote revisiebeurt. De verkeersdeelnemers zullen opgelucht zijn als de massaal aanwezige omleidingsborden verdwijnen uit het Stijnse verkeersbeeld. Als het A2-project volledig is afgerond, heeft Stijn een mooie nieuwe entree.